en welkom bij de Eredivisie Highlights. Het komende uur zie je de hoogtepunten van speelronde 3. En we beginnen in de Johan Cruijff Arena voor de wedstrijd tussen Ajax en Vitesse. Beide teams zijn uitstekend begonnen aan de competitie met 6 punten uit 2 wedstrijden. De Amsterdammers kunnen weer beschikken over Nico Tagliafico, die vorige week geschorst was, terwijl Vitesse leunt op de man in vorm, Usama Tanane. Tagliafico gaat daar neer in het duel met Tanane. Kourous in achtervolging. Eerste gevaar al meteen. Tanane, hoe ver komt hij? Tot een schot! Zo, we zijn 20 tellen aan de gang. Dit is kort, dit is te kort. En dus kan hiervan worden geprofiteerd. Anthony, wat een doldwaze beginfase. Want ook hier al een dikke kans. Net een minuut bezig. Tagliafico terug van een schorsing. Nou, dat is de stand dat hij in de ploeg komt. Biro, prima. Bal, Openda. Jongen, jongen. Weer een kans. Het zijn geen kleintjes, hè? De bondscoach. Daar zullen we hem hebben. Eerst de officiële klus. Het bekijken van de topper tussen Ajax en Vitesse. Anthony. Mazraoui doet mee. En komt hier in balbezit. Brengt de bal daar voor Quincy Promes. Die de score opent in de 21ste minuut. Mazraoui, zijn doorgaan is hier van groot belang. Een belangrijk aandeel voor Mazraoui in deze treffer van Promes. De eerste tegengoal van Vitesse in dit seizoen is een feit. Darvalou. Bruns. Openda mee, Darvalou mee. Darvalou gezocht. Oeh. Dat was er eentje geweest, zeg. Heerlijke bal van Bruns. De kopbal van Darvalou. De redding van Onana. Mazraoui. Daar ligt Witek. We hebben kennelijk overleg met Zeist over wat daar nou allemaal daar bij de zijlijn gebeurde. Het gebeurt hier met Alvarez. Die stapt op het been van de speler, Openda, die al ligt. Er komt een kaart en die is rood. Edson Alvarez gaat er met rood af. In hoeverre is dat? Opzet? Ja, dat had hij niet hoeven doen. Anthony. Oh. Anthony. Daar, Ekkelenkamp. Oeh. Tegen de paal. Ja, Anthony met die geweldige acties waarbij die Wittig daar het bos in stuurt. Van hier Ekkelenkamp langs Pasveer en dan die bal op de paal. Wittig schiet op Ekkelenkamp. Dit is Bazour. En die jaagt hem erin. Die Shedley Bazour met de 1-1. Ja, die vorig seizoen ook al scoorde tegen Ajax namens Vitesse. En zo incasseert ook Ajax zijn eerste tegentreffer van dit seizoen. Wat een pegel. Tanane. Hakje. Hajek. Openda terugleggen. Goed gedaan. Borja. Daza. Bal van richting veranderd op de paal. De rebound is voor Bero, maar wordt gemist. Ondanks die 10 man komen ze zelf nog wel aan kansen toe ook, zeg. Anthony. Goal. Met rechts schiet hij hem in. Kourous met de lange passen. En Anthony met rechts. Dest komt. En Mazraoui gaat naar de kant. Ja,
De bal nog één keer in het spel. En Ajax wint met 2-1. Voor de tweede keer dit seizoen wint Ajax een wedstrijd. Terwijl ze een man minder hadden. En voor de tweede keer dit seizoen is de matchwinner Anthony. Die scoorde al de enige treffer tegen Sparta. Nu maakt hij de winnende tegen Vitesse. Zeer zware bevalling, of niet? Nou, zeker. Maar ik denk dik verdiend. Dik verdiend? Ja. Geen goed begin. Zeer moedige Vitesse. Die hebben ook goed gespeeld. Maar je weet, als het zo open wordt, ja, dan hebben wij toch kwaliteiten. En dat zag je zeker ook na de rode kaart. Dat wij met 10. Ja, en hoe we toen gespeeld hebben, ja, ik vind uitstekend. I talked to a lot of fans today. And they say, there's one thing we really hope. Andre should stay. Can you make them at ease? Can you put them to comfort that you're staying this season for sure? You know, with football, you never know what's going to happen. No, that's the thing. And I still have contract with Ajax. I'm very happy to be here. I will do my best. I will give my best like I always do. If I'm here and if I'm not here, it's only God knows. Wel of niet vertrekken, Onana, Tagliafico, Dest. Mm-hmm. Hoe zit het met Mazraoui eigenlijk? Mazraoui is het op zijn plaats. Ja. Ja, en blijft ook gewoon, toch? Ja, zeker. Dat is 100% zeker. Ja, ja. Dat is lekker dat er ook eens een keer een speler is waarbij we niet hoeven te twijfelen. Je weet het maar nooit. Kijk, ik speel nu gewoon. En als ik kijk naar vorig seizoen, speelde ik wat minder. Dus, ja. Toen dacht je wel misschien stiekem aan het vertrek. Ja, tuurlijk. Dat denk ik dat elk speler dat doet. Maar nu speel ik lekker, dus ik heb niet echt mijn hoofd naar een vertrek. Je ziet toch dat je naar de bal gaat. Komt er nog één keer de rechterbeen, hè? Die linker, daar. Nee, jij vindt het niks. En dat mag. Ja, nee, maar je kijkt nu net alsof ik achterlijk ben. Maar de meeste mensen, het is 50-50, zeggen mensen. En sommige mensen zeggen, nee, het is absoluut rood. Ik zeg niet dat je achterlijk bent, maar... Je vindt het absoluut niet? Als je gevoetbald hebt... Ja. Nou ja, Noordin Amrabat heeft ook heel lang gevoetbald. En die vindt het wel een rode kaart, bijvoorbeeld. Ja, dat had ik Noordin beter moeten opvoeden. Ja, huh? Nou ja, die ken je goed, toch? Ken ik heel goed. Ja. Maar dit is absoluut geen rode kaart. Het is geen rode kaart. Het was ook lekker een beetje venijnig, het werd een beetje gemeen. Je was nog aan het bakkeleien, wat was er allemaal aan de hand? Nee, een beetje op het einde, volgens mij, kwamen Tadic en Blind naar me toe gesprint en dan juichen voor mijn neus. Kijk hier. Ja. Maar dat zegt alleen maar genoeg over vandaag, denk ik. Nou ja, dat is wel... Dat zegt genoeg. Ja. Ja, ze hebben het gewoon heel erg moeilijk gehad. En dan gaan ze dat doen. Ja, maar ik hou wel van het heets van de strijd. Jij niet? Ja, ik wel. Ik ook, hoor. Alleen als Ajax zijnde, kijk dan hier, Tadic en Blind. Nogmaals, zegt genoeg. We hebben vandaag heel goed gespeeld als team en hier kunnen we gewoon... vooruitkijken en ik ben gewoon blij op het team vandaag. Voor Schmid en Wormoed natuurlijk ook een aparte confrontatie. Wormoed ooit de leermeester van Schmid, tenminste hij gaf hem les. Bruma. En het vervolg. Weer Bruma. Dat scheelde niet zo heel veel. Droog knalletje. Een end. En de bal daar beroerd. En je Kamphuis gaat naar de stip wijzen. Viergever zegt, hier komt hij. Och, dan gaan we dat weer bekijken. Neem niet weg dat niet wil zeggen dat die bal daarop gekomen is. Vooralsnog is de beslissing dat het een penalty is. Ja, dan is dat toch boven de oksel. Maar de beslissing van Kamphuis blijft staan. Dus mag Vloed aanleggen in de 31ste minuut. En doet hij dat keurig. Staat Heracles op voorsprong. Benut de penalty van Rai Vloed. En zijn viergever die heeft het er nog eens over met Kamphuis. Maar en Kamphuis en daarna de VAR hebben geoordeeld dat wat viergever ook beweren mag, het toch een penalty blijkt te zijn. Mauro Junior. En dan Kjomutsoglu. Ja, die toch ook wel, denk ik, de laatste waarschuwing krijgt. Kan ik me zo voorstellen. Ja, Taren die beuk krijgt van Kjomutsoglu. Ook wel de adrenaline om te gesticuleren. Heeft dat te protesteren, daarna de pijn voelt. Geen vrolijke gezichten. Nu komt PSV toch een aardig end met Gakpo. Dan komt hij ook tot schieten. Dumfries, dat is gevaarlijk. Voorbij aan alles en iedereen. Gakpo die uiteindelijk besluit dit te doen, dat is een goede keus. Nou, dan
daar komt Iatare er net niet tegenaan gelopen. Paso Rosario ging over Gakpo heen. Vloed, nu geven. Is dat te laat? Is het buitenspel? Dat weten we als die bal erin is. Ik zie nu de vlag omhoog gaan. Dus dit is wel 2-0 doelpunt van Zeuken. Maar die gaan niet tellen. Althans, hij heeft gevlagd. Maar dan kan hij dus nog bekeken worden. Leek op buitenspel. De bal ligt in het net. Ja. Hij laat het hier gaan. Tot dit moment. En dan gaat hij vlaggen. Ik moet zeggen, die Zeuken maakt dat leuk af. Maar ik denk dat het voor de bühne is. Ja, buitenspel. Malen, Thomas en Madueke erin. Dumfries en Knoester. Dumfries is sterk. Werkt zich er langs. Dit is een goede beweging. En dit vindt Kamphuis een strafschop. Beweging van Madueke. PSV krijgt 5 minuten na rust de gelegenheid om terug te komen in de wedstrijd. Dumfries houdt hij hier niet vast. Wordt dat meegenomen in deze situatie. En ook hier is het sein veilig gegeven. Dat wil zeggen, PSV krijgt de gelegenheid om snel na rust op gelijke hoogte te komen. Max. Brouwer in de goede hoek, maar wat heb je er dan als de bal zo zuiver wordt ingeschoten. PSV op gelijke hoogte. Vloed nam hem in die hoek. Max ook. Hij komt dan toch, de veelbesproken en niet overal even populaire Sylvester van der Water. Zijn excuses aangeboden na de WhatsApp-afmelding. En nu? Bijleveld weer precies op tijd gegeven aan Hardeveld. Hier is Breukers. Deze haalt daar weg. Hardeveld. Vloed. En Mvoko moet zich strekken en heeft met moeite. Goede inzet van Vloed. Beste moment van Heracles na rust. Dit is een goed paasje tussendoor. En ook uitstekend verdedigd door Viergever. Van der Water in schietpositie gebracht. Bijna door Kjomotsoglu. Precies op tijd gegeven, maar een prima tackle ook van Viergever. Bijleveld die de bal verspeelt. Dat levert dan toch de kans op. De beste kans voor Malen, maar hij schiet hem niet echt van Meuse in. Goede redding van Brouwer. Schmid en Wormoed begroeten elkaar. Heracles zal tevreden zijn, PSV niet. Het eindigt in 1-1. Ik ga met mijn schouder erin. Ik raak hem 100% op mijn schouder. Ik weet het 100% zeker. En dus ik was ook overtuigd dat hij hem terug zou trekken eigenlijk. Maar gebeurt niet. Wat zei hij? Ja, hij zei niks. De VAR zei dat hij het niet goed kon zien. In de rust, tweede helft vroeg ik nog aan hem, heb je teruggezien? Toen zei hij van, het beeld was niet overtuigend genoeg. Of ze konden het niet zien op beeld. Dus dan is de beslissing leidend van hem. Ja, penalty. Duidelijk penalty. Duidelijk. Geen gekleurde bril? Nee. Ik ben eerlijk. Okay, ja. Dan nog even de penalty tegen. Wat? Ja? Zo, Heracles wil het weg. Penalty. Oké, dan de penalty die jullie tegenkrijgen. Ja. De overtreding op Madueke. Mm. Dat was er wel één nog. Moet ik zien? Ja, we pakken hem weer bij. Ja, penalty. Ja. Duidelijk. Heb je het... Wat nog? Misschien niet. Ah, toch. Ja, duidelijk. Ja. Penalty. Ja, okay. Dan penalty. Ja. We didn't play well today, so we have big problems with the style of Almelo. I think they played with a high intensity and they make a lot of pressure and we produced a lot of mistakes, so we were not really good in the game and then we received the penalty and then it was a difficult match. At the end we saved 1 point, so we have to be satisfied with that. Hoe voelt het dan om te scoren tegen je oude club? Of is het te lang geleden? Ja, 12 jaar PSV gaat natuurlijk nooit helemaal eruit. Het is wel een tijdje geleden dat ik daar het eerst heb gespeeld. En heel veel jongens waarmee ik heb gespeeld en technisch staf zijn ook weer verdwenen. Dus het voelt wel lekker, ja. Ik dacht overigens, die winnende schiet je ook nog binnen. Dat was een goede redding, hè, voor Mvoko? Ja, het was een hele goede redding.
telde me eigenlijk al een beetje stiekem. Ja. Maar hij moest denk ik nog een halve metertje verder naar de hoek. Dan was hij wel erin gaan. Vandaag jarig. 73 geworden, Dick Advocaat. Oh, Arweiler krijgt de kans door de misser en scoort. ADO leidt door de fout achterin bij Feyenoord. Het eerste doelpunt dit seizoen van ADO maken ze dus in de Kuip. Kopbal is slim. Daar is Bezuijen. Daar is Bezuijen. En daar is Bijlo. Feyenoord zeer kwetsbaar achterin. Kukcu. Ziekenhuisbal voor Nieuwkoop. Het heeft uiteindelijk balverlies op. Het schot van ver en de redding maar weer eens van Bijlo. Wat is Feyenoord aan het doen? In Bijlo. Stelvol gepakt. Corner dan van Berghuis. En die zit erin. Daar is de gelijkmaker. En de man die zo in de fout ging bij de 0-1. Zorgt voor de 1-1. Geertruida kopt Feyenoord op gelijke hoogte. Zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Zorgt ervoor dat zijn fout is weggestreept. Berghuis. Oeh, die bal wordt ongelukkig verlengd. En gaat er dan niet in. Senesi. Ik kan het zelf eigenlijk niet geloven als ik hem zo zie. Texera wat te laag. Omhaal is aardig. Zo! Dat kan hij dus ook. Senesi. Die zagen we niet aankomen. Er kan toch wel een kleine glimlach vanaf ook bij de trainer. Als je centrale verdediger dat doet. Marcos Senesi krijgt die bal. En denkt, nou weet je wat, ik doe het gewoon zo. Fantastisch allemaal. Daar komt Van Ewijk. En daar is een penalty. Overtreding Bijlo, strafschop ADO. Van Ewijk doet wat hij kan. Hoeveel contact is er? Heel weinig. Vanaf 11 meter versus Bijlo. En Bijlo pakt hem. Ja, en klem vast ook. Wat wil je als de strafschop zo ongelooflijk slap ingeschoten is? En nu is daar het gesprek. Dan gaan we weer terug. Ja, hij is te vroeg van zijn lijn. Pinas. Hij schiet hem erin en het is 2-2. Arweiler, zijn status als penaltynemer is denk ik wat gedaald bij ADO. Die gaat er voorlopig niet meer achter staan. Maar de gevolgen zijn zeer beperkt. Dat gaat vrij makkelijk. Haps. En daar valt hij goed voor Narsing. En dan is het Feyenoord dat alweer leidt. Nou, ADO heeft zo'n anderhalve minuut misschien kunnen genieten. Als ze dat al hebben kunnen doen van de gelijkmaker. En Bijlo krijgt een knuffel van Senesi. Bijlo is nog steeds boos. Nog steeds boos over het onrecht dat hem voor zijn gevoel is aangedaan. Al was de beslissing terecht. Maar het is Feyenoord dat weer leidt. João Texera, vrij gedraaid. Dan ook zelf maar schieten. Texera tegen Pinas op penalty. Hens. Ja, Bijen probeert het nog uit te leggen. Er komt dan ook nog geel, zelfs voor Pinas. Ja, Hens, ja, laten we daar nog eens een discussie over beginnen. Dat hebben we nog niet gehad vandaag. Blom denkt, nou, ik vraag het me af. Hichler kan ook nog steeds zeggen. Nou, ik vind het nog steeds een penalty. Nou, wat is Hichler? Ja hoor, precies, dat dacht ik al. Berghuis achter de bal. En is het 4-2. Daar zit geen twijfel in. En zo wint Feyenoord met 4-2 van ADO. In een duel van de eerste tot, nou niet de laatste. Maar zeg tot de 80ste minuut. Zeer, zeer boeiend.
Scorende centrale verdedigers. Penalties die moesten worden overgenomen. Goed voetbal, minder goed voetbal. En al met al een hele leuke wedstrijd. Hoe heb jij deze wedstrijd ervaren? Nou, niet genoten. Ik heb alleen genoten van de 4-2, maar niet van het spel. Het is duidelijk dat we nog niet in de vorm zitten zoals we vorig jaar geëindigd zijn. Puedes describir tu gol espectacular? Simplemente fui a buscar el cabezazo y cuando veo que la pelota, que el defensor de ellos cabecea, digo, bueno, pateo. Pateo y después, bueno, vemos qué sale. Si se va con la afición, bueno, soy un defensor y si hago un gol, es un golazo. Ja, gruwelijke goal. Ja, dat gebeurt dan in het veld. Dan ben je wel heel bewust van hoe mooi die is, toch? Ja, meteen? Man. Voor dat soort dingen voetbal je ook wel. Dat plezier, weet je. Ja. Dat zulke mooie dingen gebeuren. En ja, echt. Je zag ook iedereen. Ja. Reacties en publiek ook. Het zijn mooie dingen. Berghuis ha dicho, el número 10 de mío es por Marco. No, nunca. Yo me quedo con la número 4. Con esa estoy muy bien. Vinden jullie dit een penalty? Ja, ik zit te kijken. Ik vraag me af of je contact maakt met hem. Hoe stevig het is. Dat kan jij beter ervaren dan ik. Volgens mij raak ik hem niet. Bij de eerste penalty liep ik eigenlijk meer naar Jonas toe van wat gebeurde er en succes wensen. Mm-hmm. Nou oké, okay. Helaas miste hij hem. Maar ja, toen mocht hem nog een keer nemen en toen zei ik boys, deze is van mij, ik schiet hem erin. En dan moet je soms een beetje scheid hebben om dat te doen. En ik luister wel naar de trainer, maar op dit moment dacht ik van ik neem hem gewoon. Aan de andere kant krijg je de bal op je arm. Ja. Snap jij de hensregel nog? Als je dan de hensregel doet, of alles is een hens of niet, anders blijf je de discussie erover houden en dat is niet fijn. Koopmeiners en doorgelopen is Wijndal. Wijndal, Nienhuij maakt daar een overtreding. Kuipers vliest de fluit, of iets anders in ieder geval, maar vindt dat duel voor ons nog niks. Wellicht komt daar een vervolg op. Cox, de linksachter van Fortuna. Is de bal doorgegeven naar Seuntjes. En Fleming. En een prima schot zeg. Fleming opent te scoren in de 9e minuut. De bal denk ik steeds verder weg. Draaiend van Bizot. Zian Fleming. Dat is de gedroomde opening voor Fortuna. Dat tot nu toe dit seizoen maar één keer scoorde. In de wedstrijd tegen Heerenveen. Hier dat moment van een paar minuutjes terug. Je zou zeggen, dat is toch de moeite van het terugkijken waard. Maar dat is onwaarschijnlijk niet gebeurd. De eerste 10, 12 minuten. Begonnen als het tamelijk energiek. Vooral hier aan deze kant. Aboukloof. Daar blijft hij wel hangen. Het is 1-1. Ja, goed gedaan. De Wit is op dat soort momenten altijd wel op de juiste plaats te vinden. Halverwege de eerste helft repareert AZ de schade. Mitchell dan hier. De goede voorzet. Net over Boadou heen. Kozelev laat weer los. En dan is hij keurig binnengewerkt. AZ op voorsprong. Koopmeiners zorgt voor de voorsprong voor AZ in de 52e minuut. Schiet hem zeer beheerst binnen. Kozelev. Ah, die valt en dan heeft hij de bal los. Ja. En is dan kansloos op de inzet van Koopmeiners. Koopmeiners. Ja, een mooi balletje. Doorgelopen is Mitjeu. En dat is Goedmoedson op de buitenkant van de paal, schat ik zo in. Ja. AZ dicht bij 3-1. Daar komt Goedmoedson. Dat is een beste moment. Maar net niet goed genoeg voor een treffer. Het wordt al leuker en leuker. Zeuntjes. Semedo. Al de halfweg gewerkt door Letchert, maar nog altijd Seuntjes. Die goed het oog erin heeft en dan Bizot met zijn eerste echte volwassen redding. En weer is dat Fleming. Semedo. Kreeg hem door van Seuntjes naar de Polter is dat kopduel weer. Hier nu Fleming. Weer Bizot. Toch een paar volwassen kansen nu voor Fortuna om te gelijk maken.
Ninai. Verliest de bal. Nou. Uitgelezen kans voor AZ. De Wit kijkt. De Wit wacht. En Boadou krijgt de gelegenheid om zijn tweede van het seizoen te maken. En AZ wat lucht te geven. Ja, hij weet het. Maar Ninai struikelt over zijn eigen iets te ingewikkelde beweging. En dan is De Wit de man die wacht op Boadou en wacht en wacht en geeft hem precies op tijd. Ja, dat is keurig gedaan. En de gelegenheid voor Hansson om Fortuna terug te brengen in de wedstrijd. En dat lukt hem. Schuift hem daar beheerst in de hoek. En heeft Fortuna energie genoeg? Zeker. En ook tijd genoeg om er nog iets moois van te maken. AZ leek veilig. Maar zo is het niet in deze wedstrijd. Doeltje van Smeets, Sambu geeft hem wel een duw in de rug. Dat is waar, maar Kuipers is vandaag niet van de duurtjes. En wellicht de laatste gelegenheid voor Fortuna. Sambu achter die bal aan. Dat is goed neergelegd voor Fleming. Fleming, het is 3-3. Het is 3-3. Krijgt Fortuna loon naar werk. Twee keer Fleming. AZ te veel momenten afgewisseld. Sambu goed. Fleming krijgt de gelegenheid om in de 16 de bal onder de voet aan te nemen. Dat doet hij allemaal goed. Maar er is niemand die er bovenop zit. En dan schiet hij hem prima binnen, Fleming. En dan is het voorbij ook. Een grote glimlach voor hem. Het eerste puntje van het seizoen is binnen. Spectaculaire wedstrijd. Gelijkspel tegen PEC. Gelijkspel nu ook vandaag. Moeten we ons zorgen gaan maken? Nou ja, dat mogen jullie doen. Wij houden dat intern houden wij daar anders over. Wij kijken liever veel meer naar detail wat we in het spel doen. Of we wel goed veldspel spelen of we voldoende kansen creëren. Maar natuurlijk duidelijk zijn dat twee gelijkspelen niet voor ons genoeg is. Soms schiet je hem erin en soms niet. En het betaalt uiteindelijk uit, want dan bij die laatste bal ben ik ook rustig en niet gefrustreerd of zo. En bij die kansen daarvoor denk ik ook, ja, voor hetzelfde gat zit hij erin. En nu pakt de keeper hem goed. En ik kan heel lang nagaan denken over wat ik anders had kunnen doen. Maar het gaat in een split second en meestal op je gevoel en op je intuïtie schiet ik hem erin. En soms ook niet. En ja, het zij zo. Hier en daar wordt gezegd dat er interesse voor jou is van Leeds United. Je hebt nog 3 jaar aan contract. Moet wel een flinke zak geld zijn dan, hè? Ja, dat is aan de club. Als ik heel eerlijk ben, ben ik op dit moment na zo'n wedstrijd totaal niet bezig met dat. Nee, dat snap ik. Maar ik moet het even vragen natuurlijk. Ja, nee, klopt. Dat snap ik ook. Ik ben speler van AZ, daar ben ik trots op. Dus op dit moment doe ik daar mijn uiterste best voor. En het enige wat nu in mijn hoofd zit, is die wedstrijd. Ik heb het gisteren ook ergens zien staan. Dat is alles wat ik ervan weet. En als je dat dan ziet staan, blijf je dan gewoon rustig en weet je van, nou, Teun ligt nog 3 jaar vast. Ja, want zolang als Max mij daarover niet informeert, dan denk ik niet dat het al heel concreet is. Maar ja, blijft natuurlijk wel spannend tot 5 oktober of de spelers van ons wel of niet weggaan. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat het laatste waar ik op dit moment aan denk is de interesse van Leeds United van Teun Koopmeijer. Dus het is een enorme teleurstelling dat wij hier met 1 punt weggaan. We zijn zo terug met nog meer hoogtepunten van speelronde 3 uit de Eredivisie. Zo eist Joey Veerman weer eens de hoofdrol op bij Heerenveen dat het opneemt tegen VVV. Dat en meer, dus heel graag. Tot zo. In speelronde 4 van de Eredivisie. Hybrid en elektrisch. Pizza bij Domino's. Nu de wedstrijd met uitgebreide voorbeschouwing. NFL Red Zone en Monday Night Football. Iedere zondag en maandag live op Fox Sports. Welkom terug bij de Eredivisie Highlights. Na een belabberde voorbereiding is Heerenveen toch wel uitstekend begonnen aan het seizoen. De ploeg van Johnny Jansen heeft 2 keer gewonnen. En dat komt vooral door het duo Veerman en Veerman. Beiden staan uiteraard weer in de basis als VVV Venlo op bezoek komt. Veerman kiest posities een beetje op de strafschopstip. Bal wordt opgevangen door Congolo. Redding Kirschbaum, eerste serieuze poging van de wedstrijd. Is maar Rodney Convolen. Daar is Giacomakis. Oh, die denkt, waarom ook niet?
En hij raakt de paal. Mulder meteen de handen in ze van, jongens, dit is allemaal onder controle. Maar dat komt toch nog aardig dicht bij de voorsprong voor VVV. Die bal komt aan bij John. En ook wat mensen van VVV voor het doel. John. Doranus blijft naar de bal kijken, raakt dan wel geblesseerd. Tenminste, voelt wat aan zijn been. Streep van Post volgt. Lekker gedrukt hoor, door Post, maar gaat wel een paar meter naast. Veerman naar Veerman, die wil klaarleggen. En is dat een overtreding? Ja! En dan is het een strafschop. Toch het duo Veerman en Veerman, zou ik zeggen, dat het creëert. In een wedstrijd waarbij Heerenveen vrijwel niets creëert. Omdat VVV het gewoon goed heeft staan. Veerman achter de bal. Om Heerenveen op het niet geheel verdiende 1-0 voorsprong te schieten. En dat doet hij. Het is een moeizame wedstrijd voor de ploeg van Johnny Jansen. En dat leidt tot een grote vreugde op de tribune. Van Berg. Veerman kaatst net wat te hard voor Van Bergen. Oh! Kiesbouw. Het is allemaal naast het doel. Het is bij keepers dit seizoen in de Eredivisie wel eens minder goed afgelopen. Kamakis en Huppert melden zich in het strafschopgebied. Jansen daar ook. Daar is de kopbal. En dan weer opgevangen door Joshua John. Schot. En Mulder nog net met het handje. VVV begint aardig aan de tweede helft. Krult hem. En Mulder nog net voldoende om er een corner van te maken. Pagonik. Oeh, die is hard. En het is zelfs een directe rode kaart. Voor overtreding op Veerman. Tikt hem hier te ver voor zich uit. En dan gaat hij daar doorheen. Raakt hij ook de bal, maar vol door. Op het been. Daar hoppak. En dit is gewoon rood. Floranus. Strak. Oh, niet echt lekker geraakt die bal. Van Bergen. Die gaat op links nu. En Van der Heijden bij zich in de buurt. Van Bergen, moeizaam nog voor Kiersbaan. Ook met die inkomende Henk Veerman daar. Is dat een overtreding? Ja, dus een vrije trap. Rood? Oh, bij Pagonik. Zag ik die wel aankomen. Het is weer Veerman die het slachtoffer is. Hij raakte me vol op de knie. Ja, het is wel steviger dan ik dacht wat Jansen daar doet. En zo krijgt VVV dus met twee rode kaarten te maken. Maar laten we dat ook niet vergeten. Beslist is de wedstrijd nog steeds niet. Nou, nu moet Arias ook nog een beetje op het middenveld gaan lopen. Van Bergen. Schotten wat te slap. Hajo. Schot is schitterend. En de redding van Kiersbaum is dat ook. Bal op weg naar de kruising. Maar Kiersbaum voorkomt de 2-0. Goeie redding. Een heel fraai schot. Trap is zeker niet slecht. De kopbal is dat ook niet. Er is toch bijna nog de 1-1 van Giacomakis. Dat scheelt helemaal niet zoveel. Goeie vrije trap. De kopbal net over. En zo wint Heerenveen. Er is luid applaus. En dat is voor de overwinning, maar niet voor het spel. Want ook met de 11 tegen 9 was het vaak niet best wat Heerenveen liet zien. Maar ja, na deze voorbereiding die ze hebben gehad, zo dramatisch, is het met 9 punten uit 3 wedstrijden natuurlijk gewoon een geweldige seizoensstart. We wisten wel dat we, zeker gezien de eerste helft en het eerste half uur, dat we goed bezig waren. En dat we het ze vrij lastig maakten. En dan krijgen we die 1-0 tegen en dan valt het een beetje weg bij ons.
Maar de tweede helft hadden we absoluut nog het idee dat er nog wat te halen valt, ja. Die fase met mijn 9 man, daar ben ik gewoon echt totaal niet tevreden over. Ik bedoel, je moet die bal rond laten gaan, dan ontstaan je eigen ruimtes. Maar dan, komen de, laat maar zeggen, even de jonge jongens aan de bal. Suhaib, die wil rennen en laten zien hoe goed hij kan voetballen. Rami komt aan de bal en die wil graag laten zien hoe goed hij kan voetballen. Maar dan is ook de kunst om die bal te laten gaan. Ik dacht dat ik er slechter van af zou komen. Alleen, ja, ik heb toch wel wat iets meer pijn aan mijn enkel dan aan mijn knie. Ja, in de eerste helft had je een vaste mandekker. Dat was al lastig voor jou om te voetballen. In de tweede helft dachten ze, we moeten maar op een andere manier afstoppen. Het ging wel over de grenzen. Nou ja, kijk. Ze hadden me een paar keer te pakken met wat overtreding kiezen. Ja, ik denk dat die eerste was, die was me vol over de bal heen. Dat was denk ik wel duidelijk. En ik dacht dat die tweede iets ongelukkig was. Maar ja, die was ook vol ja, hij keek volgens mij niet zozeer naar jou en hij raakte je op je knie. Ja, daarom. Die jongen heeft zijn excuses aangeboden. Dus ja, dat kan gebeuren, maar het deed niet minder pijn. We moeten ook het voetbal laten. Hè. We zijn geen watjes. Ik vind als dit ergens in het buitenland gebeurt, wat wordt er nog wel eens voor gefloten, denk ik. Het is gewoon een sliding naar de bal toe. Maar oké, we kunnen niet over discussiëren, het is gegeven. En we gaan het zien. De schade is groot van volgende week. Ja, want ook bij Jans heb je eigenlijk hetzelfde gevoel. Ook geen rood. Nee, dat is een geval van, hij kijkt eigenlijk naar de bal, ziet Joey niet. En dan is het heel ongelukkig. En het is zelfs, Simon ken ik als een hele lieve jongen. En die zal dit nooit doen. Het is doodongelukkig. Ik ben met je eens dat het ongelukkig is, maar volop de knie. Als hij hem dan geeft, dan is dat rood. Maar jij snapt de tweede meer dan de eerste? Dat vind ik wel, want de eerste is gewoon een echte voetbalactie. En oké, ik zal misschien wat meer karakter in mijn lijf hebben. Het is natuurlijk een bijzondere wedstrijd voor Ron Jans in het verleden. Speler, trainer en technisch manager bij de tegenstander van Twente vandaag, FC Groningen. Maar Twente komt wel op een 1-0 voorsprong. De treffer van Tjerni wordt echter afgekeurd. Vlag gaat omhoog. Publiek begrijpt het niet. De VAR wordt ingeschakeld. Dan duurt het bijzonder lang. En wordt het doelpunt, dat toch ogenschijnlijk prima de luxe lijkt, afgekeurd wegens buitenspel. En er is eigenlijk niemand die dit begrijpt. Zeker Ron Jans niet. Die dacht dat hij alleen nog voor stond tegen zijn oude club dus. Danilo was gevaarlijk vandaag. Bal naar Tjerni. En dan is het alsnog 1-0 voor FC Twente. En alsnog gerechtigheid. Groningen natuurlijk zonder Arjen Robben. En hier Danilo die het overzicht behoudt. En Václav Tjerni, die twee weten elkaar prima te vinden de hele avond. Die dan voor de openingstreffer zorgt. En dan is deze assistent scheidsrechter alsnog ook blij. De fout lijkt hem niet vertaald te worden. Pat maakt hij wel een fout. Groningen wilde veel voetballend uitverdedigen. Dat gaat hier helemaal mis. En dan is het 2-0 via Danilo. Aangeven bij de 1-0 van Tjerni. Nu is het andersom. Tjerni met de assist. En Danilo met de treffer. In de tweede helft moet Groningen iets terug doen en daar komt ook heel snel een antwoord. Het is El Messoudi die scoort. Staat voor het eerst in de basis. Die de voorzet van Van Hintem knap binnenkopt. Drommel kansloos en dan lijkt het nog een wedstrijd te worden. Maar dat wordt het uiteindelijk niet. Het is laat als Alexander Jeremejeff de eindstand bepaalt op 3-1 voor FC Twente. Ron Jans wint van zijn oude club en is dit seizoen met Twente nog altijd ongeslagen. En daar is hij natuurlijk bijzonder blij mee. Kijk, ik ga niet lopen klagen nu, want wij hebben gewonnen. Ik heb gescoord, ik heb assist gegeven. We zijn allemaal blij, maar dit is apart toch? Sinds dit jaar hebben we de mogelijkheid om 2D of 3D-lijnen te gebruiken voor het nog nauwkeuriger bepalen van buitenspel. Beslissing op het veld blijft leidend. Dus mijn assistent scheidsrechter keurt het doelpunt af voor buitenspel. Ik keur hem ook af voor buitenspel. En op dat moment heb ik altijd even contact met Zeiss om te checken of die beslissing goed is. En of hij niet duidelijk fout is. Nou, VAR gaf gelijk wel aan, dit is een hele scherpe. En op dat moment wist ik eigenlijk al in verband met de nieuwe technologie, dit gaat gewoon even duren. Het heeft 4 minuten 33 geduurd, zei je geloof ik net. Nou ja, ik begrijp er niks van. Ja, 4 minuten 43 zelfs. Maar je snapt niet dat dit geen goal is, onder geen enkele omstandigheid. Ik snap er helemaal niks van. Je hebt het uitgelegd, ik zie het. Het is gewoon een goal. Uitgangspositie op het veld is altijd leidend. Ja, maar dan had het een doelpunt geweest. Waarschijnlijk, want gaan we naar het volgende. De VAR die heeft de mogelijkheid om 2 lijnen te tekenen, ja. 3D. Dus bij Tjerni wordt het op het verste punt bepaald en ook op de verdediger. En wat het geval is, is dat de beide lijnen elkaar raken. Ja, wat is de marge eigenlijk van die lijnen? Die is heel
klein. Ik heb begrepen dat het 5 centimeter per lijn is. Dus 10 centimeter totaal is de foutmarge. In totaal. En dat is de foutenmarge. En wij hebben met z'n allen afgesproken, als de beide lijnen elkaar raken, dan is het too close to call, letterlijk en figuurlijk. Dan blijft de beslissing op het veld leidend. En dan grijpt de VAR niet in. Ik ben een voorstander van de VAR, omdat er misschien meer goede beslissingen worden genomen. Maar dit kan niet. Nou, laat ik vooropstellen, wij hebben ook genoeg fout gedaan vandaag. Maar ik mag toch hopelijk wel het verzoek indienen. Wiedermeijer gaat het toch over? Samen met Van Egmond. Maar laten we hier alsjeblieft mee stoppen. Met die hele VAR? Nee, laten we gewoon die VAR echt doen als het overduidelijk is. En neem een beslissing. En laat hem anders over op veld. Maar laten we niet willen dat we 4-5 minuten in een stadion met z'n allen continu moeten gaan wachten tot er een keuze wordt gemaakt. Als dan ook achteraf nog blijkt dat misschien wel weer de verkeerde keuze is gemaakt. Dan wordt het wel een beetje lachwekkend. Willem II begint goed aan de uitwedstrijd tegen Emmen. Maar de eerste grote kans is voor de thuisploeg. Hier is Kolar. Dan lijkt die aanval voorbij, maar is daar alsnog Michael de Leeuw. En die scoort al heel vroeg de openingstreffer voor de ploeg van Dick Lukien. Goeie aanname van Marco Kolar. Schot geblokt, maar de Leeuw. Hij staat op de juiste plek. Dan Willem II in de aanval. Pavlidis houdt het overzicht en daar is Tresor met de 1-1. Twee vroege treffers dus aan de Oude Meerdijk. En een lekker begin van deze wedstrijd. Saglam, mooi paasje naar Pavlidis, die houdt het overzicht. En Mike Tresor heeft dan de bal voor het intikken. In een vermakelijke wedstrijd dus. Met hier de aanval van de thuisploeg. Daar is Marco Kolar en die schiet tegen de paal. De volgende goede kans en grote kans in deze wedstrijd. Lastige hoek, maar het aluminium voorkomt daar de voorsprong voor Emmen. Dan een hamstringblessure bij Nunnally. Het schiet er hierin. En de Willem II'er wordt direct vervangen door de Duitser John Yeboa. 1-1 bij rust. En dan in de tweede helft. De aanval van Willem II lijkt hier te stranden. Er wordt nog wel uiteindelijk geschoten op het doel. Redding is ook noodzakelijk. Yeboa schiet. Maar dan gaat scheidsrechter Edwin de Graaf toch eventjes naar de kant om de beelden te bekijken. En blijkt dat hier hands wordt gemaakt door Glenn Bijl. Het wordt beoordeeld als het ontnemen van een scoringskans. En Bijl krijgt rood. Willem II dus met een man meer. Dringt aan op een driepunter. En krijgt hier nog een hele goede kans via Mats Keulert. Maar die raakt de lat. En veel verder komt de ploeg niet van Adrie Koster. En zo eindigt deze wedstrijd in Emmen. Een vermakelijke wedstrijd dat wel. In 1-1. Het is zonde dat je na 60 minuten met een man minder komt. Ik denk dat het een mooie open wedstrijd was van beide kanten. Ja, zeker. Het begin was goed. Zeker. Veel kansen. Ik denk dat wij het in de eerste helft misschien eentje bij moeten prikken. Maar weet je, als je zo je eerste punt kan pakken met 30 minuten met 10 man, dan denk ik dat we het goed gedaan hebben. Het is soms makkelijker gezegd dan gedaan om tegen 10 man te spelen. Maar je moet dan wel de rust bewaren aan de bal. En ik vond dat we vrij slordig waren. En als we dan doorkwamen aan de zijkant, dan leverde soms de bal zo makkelijk in. Ja, dan kun je die tweede niet maken. En dan kun je ook de wedstrijd niet winnen. Als je terugkijkt, is het duidelijk mijn steun. Op het moment dat deze op de grond ligt, komt hij daar tegenaan. Je kan hem stilleggen, kijk maar, op mijn rechter. Ja. En daarna ben ik bang voor de schoen. Dus als je hem stilzet. Kijk, daarna lijkt het heel raar, maar die schoen komt richting mijn gezicht, dus daarom doe ik zo. Maar op het moment dat ik de bal raak, ligt deze hier op de grond. Maar goed, hij kan hem geven. Peña, ben je eigenlijk bang dat zo'n jongen dan nog vertrekt? Nee, ik kom uit een omgeving waarin je niet te bang moet zijn. In ieder geval waar je daarmee wordt opgevoed. En dat er een geweldige speler is, ja, dat is voor iedereen heel duidelijk. Dus er kan altijd iets gebeuren. Maar wij hebben ook een hele slimme voorzitter. Dus dan vangen wij waarschijnlijk de hoofdprijs. En ik weet ook dat Sergio het heel goed naar zijn zin heeft in Emmen. En dat hij eigenlijk vindt dat hij nog een heel goed jaar hier moet hebben. Nunnally valt uit met een, dacht ik, hamstringblessure. Hoe ernstig is dat? Ja, dat weet ik ook nog niet precies. Dat zullen we eventjes nader moeten onderzoeken. Om daar een goed oordeel over te kunnen geven. Maar goed, het is wel weer een blessure. Ja. 4500 toeschouwers in de Galgenwaard voor Utrecht tegen RKC. Utrecht vorige week met 1-1 begonnen aan de competitie bij VVV. Krijgt de eerste kans. Mahi schuift hem echter zo in de handen van Lamproe. RKC verloor 2 keer en scoorde nog niet. Nu is het wel raak voor Mahi. 5 minuten voor rust.
op aangeven van Warmerdam. Goeie 1-2 daar met Gustafsson. En een prima voorzet binnengelopen door Mahi. Klein kwartiertje na de rust. Een goede dieptepaas tot twee keer toe van RKC. En een prima goal. Al wordt de doelman van Utrecht Paas in de korte hoek verschoten van Damascan. Eerste RKC-goal dit seizoen. En een doelpunt voor Damascan bij zijn debuut voor RKC. Kluiber heeft de tijd om iemand uit te zoeken. En daar is Gustafsson. De redding van Lamproe voorkomt een nieuwe voorsprong voor Utrecht. Gustafsson nu met de hoekschop. En via de rug van Meulensteen, die vorig seizoen nog de winnende maakte toen RKC won in de Galgenwaard. De bal tegen de paal. Dan begint de tijd langzaam te dringen. Kleine 20 minuten nog voor Utrecht. En Kerk, die alert reageert eerder bij de bal dan Touba. Gaat hij naar Italië? Is het zijn laatste wedstrijd voor Utrecht? We weten het nog niet, maar het zou zomaar eens zijn laatste goal in Utrechtse dienst kunnen zijn. Voordeel gegeven. En het schot is aardig van Tahiri. Redding Paas. Nog altijd is de marge dun voor Utrecht. Maar daar komt 5 minuten voortijd verandering in. Prima kopgoal van Van der Streek in zijn 150ste eredivisieduel. Zorgt hij voor de vierde thuiszegel op rij voor Utrecht. De eerste driepunter van dit seizoen. En RKC blijft voorlopig nog puntloos. Er moet gewoon veel meer overtuiging in zitten. Agressiviteit. En misschien wel een beetje opportunisme. I think we played well, even second half. Like I was in the field and I felt confident, you know. I felt good and my teammates also felt. But yeah, in some moments we lost our concentrate, yeah. Mm-hmm. And against teams, against team like Utrecht, you know. Problem. Yeah, even a little bit, yeah. They scored straight. Zo, dat was een mooi afscheidscadeau. Afscheidscadeau? Ja, van jou, aan de club. Welke dan? Jouw doelpunt. Is dat een afscheidscadeau? Dat weet ik niet, dat vraag ik. Probeer je een beetje te teasen. Ja, nee. Ik ben er gewoon nog steeds. Mocht er in de laatste paar dagen nog iets moois komen, dan zien we dat dan wel. Nee, maar je ziet ook vandaag hoe goed hij is, hoe belangrijk hij is. Met zijn snelheid, zijn kracht, zijn acties. Ja. En een fantastisch ventje. En mooi dat hij de winnende goal uiteindelijk scoort, de 2-1. Hij was niet echt op dreef, vond je wel? Nou, ik vond dat hij toch wel een paar hele mooie acties had. Dus je ziet wel dat het een speler is met toch wel extra kwaliteit. Ik moet eerlijk zeggen, de afgelopen tijd heb ik heel veel gelezen. Mm-hmm. Maar zover ik weet ben ik gewoon nog hier. En is er nog klopt, niks, maar is er contact tussen jou en Leeds? Of tussen jouw zaakwaarnemer en Leeds? Dat kan. Het is een wedstrijd. Ik hou me dan liever niet bezig met dat soort zaken. Nee, maar het is de wedstrijd. Dus nu kunnen we er rustig over praten. Oh ja, nee, ik heb nog niet op mijn telefoon gekeken. Dus daar kan ik geen antwoord op geven. Het loopt niet bij Sparta tegen PEC Zwolle. En dus is er al vroeg in de wedstrijd een briefje van de trainer voor Awassar. Als Sparta in de aanval is en de bal wordt weggekopt, is het bewijsmateriaal inmiddels vernietigd door Awassar. Zodat maar niemand het kan lezen. Emmanuel Farai begint voor het eerst in de basis bij PEC Zwolle, dat op slag van rust een penalty krijgt. Hens van Mika Pinto, die krijgt rood. En Lindhout geeft een strafschop bij Sparta, zeggen ze. Het is de borst. Het is heel moeilijk in te schatten, maar hij steekt wel bewust zijn arm uit. Gozjanesjat achter de bal. Diep in blessuretijd van de eerste helft, precies in de hoek. En Van Leer, die er net niet bij kan. Zwolle op voorsprong. Zwolle dat gelijk speelde tegen AZ, verloor thuis van Feyenoord. Sparta verloor 2 keer, maakte nog geen doelpunt. Vlak na rust een karambol. En daar is hij weer, Reza Gozjanesjat. Met zijn tweede, Zwolle's tweede. Via 2 spelers van Sparta. 2-0 voor PEC, dat dan een makkelijke middag heeft. Bal niet lekker weggewerkt door Sparta. En Leemans roeit hem in de kruising. 10 minuten na rust loopt Zwolle uit van 1-0 naar 3-0. Is er nog een TikTok-dansje van Clint Leemans. Als er weer veel misgaat achterin bij Sparta. Wel lekker binnengeschoten. In de spelervattingen liggen Sparta sowieso niet, want hier is de volgende goal. 70ste minuut. Nakayama maakt hem. Hoekschop van Leemans. En prima binnengekopt. En dus
Nog altijd geen punten en geen doelpunten voor Sparta. Ik dacht de eerste helft goede kansen creëren eigenlijk. Weinig weggeven. Daarna die rode kaart waarbij volgens mij mijn tegenstander direct tegenstander kopt. Dus dat neem ik mezelf kwalijk. Na de rode kaart wordt het moeilijk. Waarbij eigenlijk weer mijn tegenstander scoort uit een standaard situatie. Daarna krijg ik een ongeluk op mijn borst. Vliegt hij er weer in. Dus al met al balen. Niet echt een lekkere avond voor jou. Laten we daarop houden. Nee, ik reken het ook mezelf aan. En het is schandalig wat hier vandaag is gebeurd. Maar ik neem het alleen mijzelf kwalijk. Ja, kijk, ik ben gewoon eerlijk. Mensen gaan niet naar Saudi-Arabië om de olieindustrie te kijken of om een stap te maken naar de Champions League daarna. Saudi-Arabië is gewoon eerlijk voor elke speler, alleen financieel aantrekkelijk. En ja, daar doet elke speler het voor. En degene die zegt dat hij daar niet voor doet, die ligt. Dus, je bent een van de eerste die daar zo eerlijk voor uitkomt. Dat zie je. Ja, Saudi-Arabië staat niet echt bekend om een stap hoger te maken of iets anders. Het is daar gewoon puur om het geld. En om je toekomst veilig te stellen financieel. En dat is ook de enige reden om die kant op te gaan. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Ik denk als Fox Sports Saudi-Arabië jou 10 keer meer biedt, dat je ook die kant op gaat, denk ik. Ja, alleen spreek ik niet zo goed Arabisch. En jij kan wel voetballen met je Nederlandse voetbalkwaliteiten daar. Ik gun het je als je het zo graag wilt. Succes ermee. Dankjewel. Dit zijn uitslagen van de derde speelronde van de Eredivisie. Twente wint op vrijdag van Groningen 3-1. PEC Sparta 4-0. Fortuna Sittard AZ 3-3. Heerenveen wint van VVV Venlo 1-0. Ajax verslaat Vitesse met 2-1. Op zondag Feyenoord ADO Den Haag 4-2. FC Utrecht wint van RKC 3-1. Emmen Willem II eindigt in 1-1. En er wint dit weekend geen enkele ploeg die uitspeelt, want Heracles PSV eindigt in 1-1. De stand leert ons dat er twee ploegen zijn met de maximale score. Ajax met 9 uit 3 en verrassend genoeg ook Heerenveen met 9 uit 3. Daarachter Feyenoord, Twente en PSV met 7 punten. Onderin problemen voor Emmen en Fortuna Sittard, maar ADO Den Haag, RKC en Sparta Rotterdam wachten nog altijd op de eerste punten van het seizoen. Speelronde 4 begint op vrijdagavond met FC Utrecht, Heerenveen. Dan op zaterdag Vitesse, Heracles Almelo, RKC, PEC Zwolle, VVV, ADO Den Haag en Twente tegen FC Emmen. Op zondag dan FC Groningen, Ajax, Sparta, AZ, Willem II, Feyenoord. En de vierde ronde wordt afgesloten met de wedstrijd tussen PSV en Fortuna Sittard. En dit waren de hoogtepunten van speelronde 3 van de Eredivisie. Volgende week zijn we terug met speelronde 4, dus heel graag tot dan.